Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ben Jamie en vandaag heb ik een verzamelshoplog voor jullie van de afgelopen maanden wat ik allemaal heb gekocht. Ik heb kleding, boeken en een soort vaasachtig iets gekocht. Dus ben je benieuwd wat ik allemaal heb gekocht? Blijf de video vooral kijken. Vergeet niet te abonneren, een duim omhoog te doen. En let's get started into the video. Boosh. Bij een soort vaasachtig. Deze heb ik gekocht namelijk bij de Flying Tiger. Het is in de vorm van een camera. En I love filmen. I love foto's maken. En zo. Dus ik vond deze wel echt best wel een soort toepasselijk. Heel leuk. Hij is heel mooi wit. En tada. Een vaas. Klik, 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 klik. Deze heb ik gekocht bij de Flying Tiger voor maar liefst 4 euro. Volgende heb ik in totaal 3 boeken gekocht. Jazeker, 3 boeken. En ik ga ze even met jullie doorlopen. Namelijk als eerst De Leer van Fred van Leer. En allemaal hele leuke tips. Wow, hele leuke tips staan erin. Superleuk. En deze was 20 euro. Dan heb ik het boek van Bethany Moda gekocht en dit boek heet Make Your Mind Up, My Guide to Finding Your Own Style, Life and Motivation, en I love Bethany Moda. Ik heb echt dit boek, echt, toen ik hem zag op Bol, heb ik hem gelijk besteld en ik heb hem ook gelijk binnengekregen de dag daarna wel. En er zijn allemaal hele leuke dingen in, qua smoothies en qua over haar leven. En als laatste boek heb ik het boek van Little Mix gekocht. Our World. En voor wie Little Mix niet kent, ik ga het even aan jullie voorstellen. Dit is Jade, Leanne, Perry, Jessie. En jullie horen het met een piep, maar dat is mijn hond. Die stilt heel veel te spelen. Wolf! Nee! Kijk! Kijk! Wee! Oké, dus dit boek van Little Mix dus. Our World. Zo ontiegelijk leuk boek. Love it. Deze was 20 euro. Deze was 17,99 euro. Dus dat waren alle boeken. Over op de kleding. Ik heb flink wat geshopt bij de H&M. Maar dit is niet van 1 week. Dit is eigenlijk al van 2 maanden of zo dat ik dit heb gekocht. Het ligt hier. Best wel een hoop. Laten we beginnen met het shirt wat ik nu aan heb. En hier staat Super Deluxe. En op de achterkant staat er ook Super Deluxe. Heel veel. Dus die heb ik gekocht. En deze was 7 euro. Alleen een t-shirtje voor erbij. En een kleurtje die ik nog niet heb. Dan gaan we over op de sweaters. En als eerste heb ik natuurlijk een nieuwe Justin Bieber sweater gekocht. Met daarop op de achterkant Stadium Tour. Superleuk met Justin erbij. En deze was 15 euro. Dan heb ik nog een sweater. En dat is deze sweater. En er staat op Stay Noise met New York. Ik hoor je trouwens denken, James, het is zomer. Waarom koop je sweaters? Like, dat ga je niet doen. Maar ik denk, ik koop ze alvast voor de winter. Want als ze in de winter weer gaan verkopen, de sweaters, dan zijn ze weer mega duur. En nu heb ik er gewoon ook 10 euro voor betaald in plaats van 30. Dus die heb ik gekocht. Dan heb ik deze trui gekocht. En hier zit een heel grappig verhaal aan. Want hier kreeg ik ook nog 50% korting op. En die was officieel... Hallo. Hallo schat. Aan. Deze was eerst 9 euro en toen kreeg ik hier ook nog 50% korting op. Dus eigenlijk was hij maar 4,50. En ik vond hem super grappig met het logo op de achterkant. En vooral ook het logotje hier. Dus die. Het eerste dit shirt. Met Magaluf erop. En allemaal leuke strandtekentjes. En hier heb ik 7 euro voor betaald, geloof ik. Ja. En die vond ik heel erg leuk. Gewoon lekker voor op de zomer. Met een lekker spijkerbroekje. Teenslippers eronder. Go with the banana. Dus die heb ik gekocht. En ja, heb ik nog 2 items voor jullie. En dit shirt zag ik. En daar heb ik ook een foto mee gemaakt op mijn Instagram. Wil je me daar volgen op Instagram? Dan kan dat. In de beschrijving staat mijn username.
En dat is trouwens deze foto die ik heb gemaakt met dit hele leuke shirtje. En ik heb er ook nog een goed doel mee gesteund, zie ik nu. De Free and Equal United Nations. En 10% op deze showprijs gaat naar een campagne. Dus dit hele leuke shirtje heb ik gekocht voor zijn 10 euro of zo? 10 euro. En dan gaan we over op het laatste. En dat is alweer een trui en daar ga ik gewoon goed mee afsluiten. Dat is namelijk deze trui. En hier heb ik ook een hele leuke Instagram foto mee gemaakt. Al vind ik het zelf. Die kunnen jullie hier vinden. Zeg maar, die kunnen jullie hier zien. Het zijn er namelijk twee. En ik ben er heel blij mee. Er staat op... geen idee wat hier staat. Maar op de mouw staat een tijger. Super leuk. En hiervoor heb ik maar 7 euro betaald. Dus dat vind ik persoonlijk geen geld voor een trui. Dus dat was dit alles wat ik de afgelopen maanden heb gekocht. Ik hoop dat jullie het leuk vonden deze video om te zien. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En vergeet ook zeker niet eventjes op dat belletje te klikken. Want dan krijg je een soort van ping als ik een nieuwe video heb geüpload. En dan ben je als eerst de kijker. Vergeet ook niet in de comments te laten... Vergeet ook niet in de comments te plaatsen wat jouw favoriete winkel is op dit moment. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Tot de volgende video. Bye bye.